Goedemorgen, het is zondag 26 april en we zijn weer in Kaproen aanbeland. Nou, we nemen vandaag eens een hele andere lift. We staan op een hoger plateau, maar hier vandaan kun je ook heel goed zien dat hier vroeger ook een ander baantje liep. Oftewel het treintje. En daar recht voor me, daar ging die de wand in. Daar is iets vreselijks gebeurd. De dag weet ik nog, het was 11 november 2000. Zoek maar eens een artikeltje op bij ons op de site. Daar hebben we daarover geschreven. En er vielen heel veel doden. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Het is wel een trieste dag, dat wel. Ja, wat is er zo triest aan? Dit is onze laatste skidag van het seizoen 2014-2015. Dus, snel naar boven. En weer boven aangekomen hebben we weer keizerwetter. Hadden we niet gedacht. De 3 dagen dat we hierheen zouden gaan, hadden we alleen op vrijdag rekening gehouden met zonnig weer. Maar ook vandaag is die aanwezig, gelukkig. Dus we kunnen het seizoen heel goed en mooi gaan afsluiten. Het is vandaag ook volkomen windstil op de gletsjer. En wat een omstandigheden. En druk? Nee. Druk is het echt niet. Dus het loont zich echt om eind april rustig nog een lang weekend of wat dan ook naar een gletsjer te gaan of waar dan ook. Maar van belang is natuurlijk wel dat het weer goed is. Want wij hebben nu gewoon geluk de afgelopen 3 dagen. Echt naar de top. Gegaan richting echte Kietsteinhoorn. Dus dat betekent dat je de grote grond neemt. En dan kun je nog een stukje lopen. Nou, dat lopen, dat doe je daar aan de zijkant. En dan ga je echt naar de top. En sta je daar op de top, dan kun je dus gewoon de weg vervolgen naar beneden om te gaan skiën. En dat is ontzettend stijl. Tijd om af te sluiten. En ik wil het kort houden, maar ja, misschien wordt het toch te lang. Want ik vat een klein seizoen samen. November was het hier prima skiën. December was in de lager gelegen gebieden wat minder. Na de kerst was er voldoende sneeuw in de gebieden. Niet de gletsjergebieden bedoel ik dan. En eigenlijk is het hele seizoen, ja, tot nu toe top geweest. En ook, zeg maar, met de Pasen. Ja, daar was het extreem veel sneeuwval. Zeker in alle gebieden die wij bezoeken. Dat was meer december dan dat het april was. Nou, wij kijken alvast uit naar volgend seizoen. Volgend seizoen zijn we er zeker weer. En ik zeg maar weer, de groeten.